Sports. Hallo beste mensen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Raad het Liedje op de Kazoo. Het is alweer een tijdje geleden en de gast van deze keer is niemand minder dan Damien. Hallo Damien. Yay, hele goede dag. Goeiedag Damien. Jij bent van het kanaal? Ultra Skills Gaming, hè? Ultra Skills Gaming. En ja, het kanaal van Damien staat ook in de beschrijving. Dus ik ga nu alvast zeggen, abonneer op Ultra Skills Gaming. Yay. Damien, wat doe jij zoal op dat kanaal allemaal, Damien? Nou, ik ben heel druk bezig met liedjes. Ik ben een zanger. Ja. Daar zet ik ook mijn liedjes op het kanaal neer. Voor de rest ook leuke gaming video's en vlogs en ja, natuurlijk heel random leuke video's. Ja, inderdaad. Ik ken het kanaal een beetje. Ik ben ook geabonneerd. En ik weet dat Damien van de Nederlandstalige muziek is. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat hij best goed kan zingen. Beter dan ik zelf waarschijnlijk. Ja. Maar goed, Damien, ik heb dan ook 10 liedjes in het genre Nederlandstalig. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb mijn kazoo erbij en ik begin met het eerste liedje. Hier komt hij dan. Weet je het al? Ja, het is Guus Meeuwis. Ja. Het is een nacht. Met het is een nacht. Heel goed. Hey. Wow. De eerste heb je gewoon al helemaal goed. We gaan gauw doen naar de tweede, Damien. En dat is deze. Sorry, die was een beetje vat. Ja. Maar ik weet hem wel. Je weet hem wel? Het is André Hazes. Met... De Vlieger. Oh, yes. Nog een keer. Heel goed. Applausje even voor Damien. Kom op, jongens. Zo, we gaan door naar de volgende. En dat is deze. Oh, sorry. Maar weet je, dan ken je hem. Ja, het is Jantje Smit. Ja. Volgens mij heet die Olie van Oma, toch? Nou ja, ik zing dit lied voor. Voor jou alleen? Ja, toen was het nog Jantje Smit. Tegenwoordig mag je dat niet meer zeggen. Ja, gewoon Jan Smit. De Jan Smit. Maar je hebt hem weer goed. Nou, je gaat heel goed. Je gaat als een speer, Damien. Ja. Ben je klaar voor de volgende? Ik ben helemaal klaar voor. Hier komt hij. Even kijken. 1, 2... Ja, goed gespeeld, hè? Dankjewel. Het was Guus Meeuwis met Brabant. Hé, hey, helemaal goed. Ja. Je hebt er al 4 goed van de 10. Het gaat echt heel goed. Oh. Ja, en we gaan door naar de volgende. Ik ben benieuwd of je deze kan raden, Damien. Ik hoop het. Komt-ie. Het is volgens mij, als ik het zo goed weet, Gerard Joling. Ja. Maak me gek. Juist. Maak me gek, Damien. Maak me helemaal gek, joh. Je weet alles. Ja, moet je nagaan, hé. Jeetje, Mina, je bent echt een kenner op dit gebied, hè? Ja, zeker. Nederlandstalig zit echt in mijn hart, in mijn bloed. Goed dan. Ja. Dan ben ik heel benieuwd of je de volgende gaat kennen. Ik ga het hopen. Hier komt ie. 1, 2... En, weet je hem? Nee, helemaal niet. Zo, hé. Oh my god. Nee, die ken ik echt. Oh mijn god, ken je die niet? Is die bekend? De artiest is sowieso heel bekend. En dit nummer heeft in de jaren 90 op nummer 1 gestaan in de top 40. Oh-oh. Oh-oh. Moet ik het dan maar zeggen? Ga het maar lekker zeggen. Het was Rob de Nijs met Banger Hart. Die ken ik helemaal niet. Rob de Nijs ken ik natuurlijk wel, maar het liedje zelf niet. Er is geen banger, dat geen banger. Of dat van mij. Nou ja, hoe dan ook. Maar ik heb nog op CD-single gehad toen. Een van mijn eerste CD-singles die ik kocht. Oh.
Ja. Oh. Nou ja, jammer Damien. Maar ja, ja, we gaan door naar de volgende. En hier komt hij dan. Goed. Deze raad je vast wel. Ik hoop het. Even kijken hoor. 1, 2... Zoiets of zo? Klopt dat? Ja, klopt. Het klopt helemaal. Oké. Okay. Het is Corrie Konings. Met? Ik heb een heel apart gevoel van binnen. Juist, ja. Ja. Ik moest ook eventjes zoeken hoe die ook weer ging. Maar ja, je hebt hem al geraden. Fantastisch. Het is wel, hè? Ja. Nou, dan gaan we weer door naar de volgende, Damien. En deze moet je ongetwijfeld wel weten. 1, 2... Ja. Oké, ik ken het liedje wel. Ja. Dit is zo lang geleden. Ik weet de tekst ook, de titel ook wel. Dromen zijn bedrog. Inderdaad, van. Dat is het probleem. Dromen zijn bedrog van. Marco Borsato. Maar ach ja, tuurlijk. Ja. Maar goed, je had de titel goed en dan rekenen we hem gewoon goed, Damien. Kijk. Okay. We hebben er nog 2 liedjes te gaan. Ik vind dat je hem heel goed doet. Tot nu toe heb je er maar 1 echt niet geraden. Dat was Bange Hart van Rob Nijs. Ja. Deze laatste 2 zul je ongetwijfeld wel gaan raden, denk ik. Maar ik hoop. Hier komen we dan met de 1 laatste. Ja. Het is, kon ik maar even bij je zijn. Juist! Is dat Gordon? Ja, van Gordon! Hey! Yes! Heel yes. Goed, Damien. Heel goed, heel goed. De laatste, die ga je vast wel raden. Ben je er klaar voor, Damien, voor de allerlaatste song? Oh, ik ben helemaal klaar voor. Oké, hier komt hij dan. 1, 2... Vertel maar, Damien. Ik ken hem niet. Ik ken hem helemaal niet. Nee, geen idee. Ah, die moet je weten. Ja, het is Fransje Bauer. Met Sterren aan de hemel staan. Als sterren aan de hemel staan. Ja. Nou, fantastisch. Ik vind dat Damien. En geef jezelf ook een applaus. Applaus voor Damien, dames en heren. Hij heeft een 9 van de 10. Heeft hij er gewoon helemaal goed. Ja. Nou, Damien, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw deelname aan deze show van Raad het Liedje op de Kazoo. Ik vond het hartstikke leuk. Dat is mooi om te horen. En abonneer allemaal even op Ultra Skills Gaming van Damien, het kanaal. Oh, en die staat in de beschrijving. Doe dat nu. En ik zou zeggen, Damien, tot ziens. Tot doeg. Dag, ciao, bye, doei. Abonneer nu, reageer nu, dan ben je een baas. Woo!